Aan de Ridderstreef in Den Haag-Zuidwest is weer een auto in brand gevlogen. Het is al de zesde wagen deze week in bouwlust. Of het vuur is aangestoken is niet bekend. Bij de vijf andere auto's die uitbranden was dat wel het geval. De politie denkt dat de branden het werk zijn van een groepje baldadige tieners en is op zoek naar getuigen. Er is veel interesse om kinderboerderijen over te nemen van de gemeente. Den Haag wil de boerderijen, vier tuincomplexen en een heemtuin van de hand doen vanwege bezuinigingen. Er hebben zich 70 mensen gemeld die zo'n plek willen overnemen. De gemeente is hoopvol dat de boerderijen en tuinen daardoor kunnen blijven bestaan, maar geeft geen garanties. Bekende Nederlanders zoals René Vroeger, Sjaak Bral en Boris van der Ham lezen woensdag voor aan groepen kinderen. Sjaak Bral leest in Den Haag voor aan ruim 40 peuters uit het boek Mama kwijt. Het evenement wordt gehouden om het voorlezen aan kinderen te stimuleren. De voorleesdagen duren nog 10 dagen.